Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we ook weer een heel mooi stuk maken. Ik heb hier al een heel mooi frame naast me en we gaan vandaag weer werken met droogbloemen. Dus we gaan er echt iets heel hips van maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En heb je zin om dit pakket te bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uronlinebloemist.nl. Wees er snel bij, want op is op. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Zoals ik al zei, heb ik een heel mooi frame. Dus een frame op voet. En je kan met ringen heel veel wikkelen. En dat soort dingen is altijd heel erg leuk. Maar wij gaan dit keer echt gewoon een stuk maken. Ik heb daarvoor speciaal steekschuim voor droogbloemen. En om deze te bevestigen, bevestig ik eerst eventjes een prikker op het frame. Zodat de oase goed vast staat. Dit doe ik met een klein beetje lijm. Deze bevestig ik in het midden. Je kan, een prikker ook vastzetten met kling. Dan kan je hem er elke keer weer afhalen. Maar ik vind dit wel heel mooi stevig. Ik laat hem even goed afkoelen voordat ik de oase erop doe. Dan laat ik vast de bloemen zien waar we vandaag mee gaan werken. Je kan een roze variant kiezen. Of meer een naturel variant. Bruin naturel tinten. Ik ga vandaag aan de slag met, wat zal ik eens doen? De naturel variant. Moest even over nadenken. Ze zijn allebei heel erg mooi hoor. Inmiddels is het lijm goed opgedroogd. En dan bevestig ik de oase erop. Druk even goed aan. Dat het goed vast zit. Oase speciaal voor droogbloemen is wat steviger en stugger. Hou hem aan de bovenkant even vast en snij je dan lang. Dan gaan we beginnen met de basis. Allereerst pak ik de grasjes die erin zitten. De inhoud kan heel licht verschillen, maar als je deze kleur hebt gepakt, dan zal het hetzelfde ongeveer in zitten. En ik steek een beetje mee met de ring. Dus ik ga hem eigenlijk rondom. En de ring bepaalt eigenlijk ook de hoogte. Dus aan de zijkant werkt je wat korter. Zo laat je mooi meelopen zoals je ziet. En dit blijf ik herhalen, dus ik zet hem er ook elke keer weer tussen. Als je dit twee keer hebt gedaan en de basis goed is gezet, gaan we door naar het volgende product. En dit zet ik er elke keer weer tussen. En op dezelfde hoogte. Ik werk dus elke keer echt rond. Dan zet ik ook alvast een laagje ervoor en er langs, maar deze zet ik wel iets lager. Thank you.
net een ander soort graan. En die steek ik er ook in. En die laat ik wel heel iets hoger dan de rest uitkomen. Om nog even iets meer diepte in het stuk te creëren. Maar ik laat hem wel elke keer weer met de vorm meelopen. Dus dat blijf ik gewoon herhalen. Als je dat doet, kan je het eigenlijk niet verkeerd doen. Dan ga ik op dit moment iets meer kleur toevoegen. Er zit een heel mooi gekleurd takje erbij in, gedroogd. En mocht je nou hem helemaal in het wit willen houden, want je kunt daar nu al het zweertje van zien, kan dat natuurlijk ook. Dit verwerk ik echt wel een stuk korter. Dus dat zet ik daar weer naast. Zodat je goed die hoogtes blijft zien en elk product goed blijft zien. Zoals je ziet is de baas al heel mooi gezet. Het blijft heel mooi luchtig door de manier van steken. Maar je blijft wel elk product mooi zien en het geeft wel een mooi vol effect. We gaan nog even de zijkantjes even mooi afwerken en dan gaan we het laatste toevoegen. En maken we hem eventjes helemaal af. Allereerst beginnen we eventjes tussen de bloemen door een klein beetje Tillandsia te doen. Doe dat met kleine stukjes, maar zo werken we eventjes de oase tussendoor alvast weg. Zo kunnen we er nu nog heel mooi bij. Het is even een gepriegeltje, maar dan hebben we het straks wel mooi. Wanneer je de Tillandsia toevoegt, moet je opletten dat je echt hele kleine plukjes pakt. Dus niet te grote plukjes. Liever iets te weinig en dat je later iets meer toevoegt omdat je de producten te veel in de verdrukking brengt. Het gaat alleen om dat de oase, eigenlijk de steekschuim, dat die even goed is weggewerkt. Om de zijkantjes op te steken gebruiken we het product echt heel kort in het stukje. Je kan ervoor kiezen om beide kanten mooi op te maken. Dus je zowel de achterkant als de voorkant op deze manier doet. Maar denk je van, ik wil hem aan de ene kant toch iets voller dan aan de andere kant. Kun je de andere achterkant ook vrij laten en bijvoorbeeld bedekken met Tillandsia. Dan gaan we nog iets meer kleuren aanbrengen. Ik gebruik daarvoor deze pampasgrassen. In de natuurlijke variant ligt zit meer de oranje-bruin kleur. Ik zie dat hij op camera iets oranje lijkt dan dat hij in het echt is. En in een roze stuk heb je meer in de roze kleur. Begin in het midden. Is dit het resultaat? Ik ben er echt super blij mee en ik vind hem echt heel mooi in combinatie met het industriële frame. In combinatie met de grassen vind ik gewoon heel erg mooi en past in heel veel interieurs. Je kan hem dus bestellen in deze kleur of in de roze tinten. Is ook heel erg gaaf.
En wil je dit pakket bestellen, ga naar www.uonlinebloemist.nl of ga naar het linkje in de beschrijving. Op dit moment is er een beperkte voorraad, dus op is op, wees er snel bij. Ik ga mijn best doen om bij te bestellen, maar ja, wees er dus heel snel bij als je hem nu al graag wil bemachtigen. Goed, heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel dan op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs of laat een leuke review achter op Google. Dan doe je ook mee, dus heb je geen Facebook of Instagram, dan kun je dat ook doen. En ja, dan hoop ik dat jullie het wel leuk vonden. Vond je het een leuke video, doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!